Vandaag de allerlaatste thuiswedstrijd van Dick Advocaat hier bij Utrecht. Hoe speciaal was er voor jou dit seizoen? Ja, nou ja, goed. Je denkt daar niet echt aan, weet je wel. Kijk, er zijn natuurlijk meer jongens hier die ook afscheid gaan nemen. Maar ja, zo'n finale is dat niet eerst wat je denkt. Maar ja, toch neem je het mee dat je het ook... Kijk, de trainer is hier ook ingestapt met een bepaald idee. Zo'n fantastische carrière gehad en die wil hier zijn carrière of in ieder geval de slechte smaak van vorig seizoen met Sparta wegspoelen. En ja, dan hoop je natuurlijk dat je dat samen met hem kan doen en hem dat plezier ook kan geven. En nogmaals, dat samenspel was vandaag absoluut aanwezig, denk ik. Wat heb je allemaal van hem geleerd? Ik heb een vaargebaar geleerd. Deze. Nee, gewoon ja. Die heeft hij een paar keer gemaakt natuurlijk. Inderdaad, nee. Hij heeft me gewoon geleerd dat ik iets directer moet zijn in mijn spel. En vooral gebruik moet maken van mijn snelheid. Waarin ik dat een paar keer liet liggen. Wat is het leukste moment dat je met hem hebt gehad? Oh, kijk, het blijft een fantastische man met heel veel humor. Om ook op momenten dat je niet zo verwacht, komt hij heel... een bepaalde manier uit de hoek. En, dat... Ja, noem eens een voorbeeld. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Af en toe verspreekt hij zich ook. Zoals wat dan? Met name. En afgelopen week nog met Ludwig. maar het mooie is, hij heeft veel zelfspot. En hij maakte er vandaag zelf in de bespreking ook een grapje over. En daar ligt iedereen in een deuk. En dan is net een beetje de spanning er weer even af en dat zijn mooie momenten. Daar geniet je extra van. Ja, daar geniet je van. En nogmaals, daar geniet hij ook van. Want nogmaals, hij heeft ook zelfspot en dat is mooi om te zien. Is het niet wat voor jou om een actiegroep op te richten voor de Dick Advocaat om hem in de Eredivisie te houden? Maar dan word jij de voorzitter. Dan word ik de voorzitter. Nou, ik heb het idee dat hij nog niet helemaal... Dat hij nog niet klaar is, dus dat hij, hoeveel energie hij nog heeft. Dus hij geniet nog steeds van het spelletje, van het bezig zijn met de groep. Het zal me niks verbazen als hij nog doorgaat, maar ik weet niet of het dan in de Eredivisie is. Maar, weet jij al meer? Nee, absoluut niet. En ik denk, ik denk dat hij dat ook heel goed zelf goed kan bepalen. Wat was het leukste moment met hem dit seizoen? Het gebaartje heb ik net gedaan. Ja, dus. Toch wel het gebaar? Yes. Ja, dus die zal je altijd onthouden, het gebaar van Dick Advocaat. Een legendarisch moment. Ja.